Oké, okay, hartelijk welkom of welkom terug voor degenen die hier net ook zaten. Ik wil niet al te veel tijd verspillen. Ik wil graag het woord geven aan Job de Haas van Riscure. De hardware testing, when to stop. Ik denk op atomair niveau zo'n beetje, maar ik denk niet dat je daar komt. Veel succes. Dankjewel. Ik heb een eigen microfoon. Kan iedereen het goed horen? Ja, duim omhoog. Ja, welkom bij mijn praatje. Onderdeel van de dag is de toekomst. En ook het heden. En een van de vragen waar wij mee worstelen als lab is, wanneer moeten we nou eigenlijk stoppen met testen? Wanneer is het uiteindelijk daar? Onze klanten die schrikken soms als een krant open doen. En dan kijken ze even goed en dan proberen ze te zien of dit iets is wat zij herkennen. Nou, in dit geval, voor Nederland valt het mee, het was een Canadese krant. En wat je ziet hier is een Alter Pinpad. Dus dit was een betaalterminal. Nou, we kennen het skimmen hier in Nederland ook natuurlijk goed. Waarom dit wel een aardige was, waarom ik hem eruit heb gepikt, is... er stond daarboven een stukje in die foto was zichtbaar. Blue Smurf van Sparkfun.com. Nou, voor mensen die Sparkfun.com niet kennen. Het is een website met kits van hardware voor hobbyisten die robotjes maken en allerlei leuke dingen in elkaar knutselen. Wat deze aanvallers hadden gedaan, die hadden een pinpad met skimming geïnstalleerd, maar die hadden het uitgebreid met een nieuwe feature. Met een Blue Smurf, een Bluetooth module, zodat je hem op afstand uit kan lezen en niet meer de winkel terug in hoeft gepakt wordt terwijl je de pincodes aan het eruit halen bent. Wat zeg maar de meest voorkomende manier is hoe de Oost-Europese buren zeg maar, hier vaak opgepakt worden. Dit is typisch een vraag van ja, wanneer had je dit nou aan kunnen zien komen? Wanneer in het ontwerpproces van deze oplossing, de magneetstripkaart, was dit bekend geworden? Nou, dat is een van die vragen waar wij mee werken, worstelen elke dag. Van wanneer is iets goed genoeg en wanneer moet je zeggen van nou ja, dit hebben we echt wel uit het ernaar getest. Waarom kan ik daar iets over vertellen? Wie ben ik eigenlijk? Mijn naam is Job de Haas. Ik ben een van de directeuren van een bedrijfje in Delft. Inmiddels zijn we wat groter. We zijn inmiddels naar 2 verdiepingen gegroeid van dat gebouw. En wat wij doen is wij testen, logisch, fysiek. En met zogenaamde side-channel aanvallen, hardware. We testen apparaatjes, mobiele telefoons, set-topboxen voor betaaltelevisie. Maar ook de chips die in de set-topbox zitten. Smartcards, paspoort, transport, verschillende soorten kaarten. En allemaal om te kijken of die in het veld bestand zijn tegen aanvallen. En dan voor de vraag voor hoe lang. Kijk, het levensduur van een set-topbox is niet zo heel erg lang. Hoewel ze daar soms dan ook wel tot de 5 of 10 jaar willen gaan. Maar je moet denken aan smart meters die straks opgehangen worden. En dan hebben ze het idee dat ze dat 15 jaar willen laten hangen. En dan moet het dus 15 jaar veilig blijven. Ja, hoe ga je nu zeggen dat dat 15 jaar gaat lukken? Nou, dat zijn moeilijke vragen. En ik probeer vandaag een beetje inzicht te geven in hoe we dat doen. En hoe we daar zeg maar, naartoe proberen te komen. Ik zat terug te denken aan voorbeelden uit de past. Van waar zijn nou voorbeelden waar hardware hacking eigenlijk te sprake kwam of aan de orde kwam. En toen kwam ik bij dit ding uit. Ik denk niet dat dit het eerste geval is in de geschiedenis die we kunnen bedenken, maar weet iemand wat dit is? Ja. Dialpad. Een? Dialpad. Deed hij met Dialpad, ja. Het is in ieder geval iets wat met telefonie te maken heeft. Maar wat voor apparaatje was het in de telefonie? Wat was een echt hackerapparaat? Een Blue Box. Ja, dit is de Blue Box. Gemaakt door Steve Wozniak van Apple destijds, de uitvinder misschien nog voor, ik weet niet eens, voor de Apple gemaakt werd. Staat in Mountain View in het museum. En het gebruikte een ontwerpfout van het telefoonsysteem in de jaren 70. En het telefoonsysteem had dat waarschijnlijk al tientallen jaren daarvoor. Ook daar was er eigenlijk al een voorbeeld dat je ziet dat iets wordt bedacht. De techniek ontwikkelt zich in de tijd en wordt ingehaald. Met de Blue Box kon je signaleren op de spraaklijn. En je kon dus eigenlijk de telefoniecentrale bedienen via dit boxje. En een internationale calls opzetten voor niks vanuit een phone booth. Dat is een beetje een stap in het verleden. Een andere stap in het verleden, misschien voor sommigen ook nog herkenbaar. Helemaal onderaan staat Hectic, 1990.
is een kopietje uit de Hectic, een blaadje van Rob en consorten, over hoe je een magneetkaartlezer kon maken. Dus in 1990 was dit al een onderwerp van ja, hoe kan je dat maken, hoe kan je zo'n magneetkaart uitlezen, wat zou je ermee kunnen. Maar sinds wanneer hebben we nou last van skimming? 5 jaar. Met moeite 10 jaar denk ik. Maar ik denk zeg maar 5 jaar. Dit is de huidige markt van skimming. Miniaturisatie. Hele kleine chipjes en ontwerpjes die makkelijk in een betaalterminal gebouwd kunnen worden. Je ziet hier dat ja, zeg maar het maken van frontjes. Ja, daar heb je toch wel weer een designer voor nodig om dat goed te doen. En op een manier te doen dat je het niet meer ziet. En dit is wat het mondje dat door de bank erop gezet was, zodat het moeilijker zou zijn om die skimming apparaatjes te plaatsen. Nou, je ziet het helpt helemaal niets. En het is ook echt niet zichtbaar voor iemand die langs loopt. Dus ook daar zie je dat ja, bepaalde technologieën, de magneetkaart, zeg maar 15 jaar in het veld hebben gestaan zonder noemenswaardige fraude. En na 5 jaar begon het ineens, of na 15 jaar begon het ineens de spuigaten uit te lopen. Dus hoe bepaal je nou van een product waar je moet stoppen? Dat is de vraag. Soms waren aanvallen al lang bekend. Hè, ook van de magneetkaart kon je eigenlijk zeggen van ja, je weet dat je het af kan lezen. Je weet dat je ergens die pincodes kan afluisteren. Maar wanneer is dat nou een probleem? Ook in de jaren 90 werden die betaalterminals al getest om te kijken of je niet makkelijk een apparaatje ergens tussen kon plaatsen. En dat was nog wel niet zo geavanceerd als dat nu wordt getest. Maar je ziet dat daar continu een wedloop tussen is. En elke keer probeert een lab weer te bepalen van, nou, dat gaat het wel uithouden de komende 5 jaar. En aan de andere kant zijn aanvallers die weer met nieuwe ideeën komen. Dus wanneer wordt iets wat moeilijk is, wat eigenlijk voor ons invisible of zeer complex is, wanneer verandert dat in eigenlijk een winstgevende aanpak? En die inschatting maken, dat heeft dus eigenlijk niks te maken met de aanval zelf doen, maar heel veel te maken met het bepalen van de complexiteit van het uitvoeren van zo'n aanval. En wat is de, zeg maar, de aanval van de laagste kosten die je kan doen? Voordat ik zeg maar wat in wil gaan over hoe kan je dat bepalen en hoe doen wij dat en hoe wordt dat in de markt gedaan, wil ik eerst wat laten zien over typische aanvallen zoals wij die in het lab doen. En die ook niet alleen door ons worden gedaan. We zijn geen, in die zin niet bijzonder. We zijn één van de 10, 20 labs in de wereld die dit soort testen regelmatig doen en ook voor bepaalde marktsegmenten altijd doen. Al de bankkaarten die we gebruiken, die onder Visa en Mastercard worden uitgegeven, worden aan het soort testen onderworpen die we laten zien, die ik nu laat zien. Maar ook in de betaaltelevisiehoek wordt het nu de norm om zeg maar de chips die in de set-topbox zitten op dezelfde manier te testen als de betaalkaart. Wat onderscheiden we dan? Logisch, dat kennen we denk ik als beveiligers of als mensen in de beveiliging allemaal. Dat is dezelfde soort logische beveiliging als websites en IT. Invasive, dan ga je echt het apparaat in. En dat hoeft niet altijd tot op het niveau te zijn. Het kan ook gewoon het openmaken zijn van een apparaatje. En side channels. En daar kom ik zo op terug wat dat is. Zoals ik al zei, logische aanvallen is eigenlijk het meest bekend voor de gemiddelde beveiliger. Daar praten we allemaal over. Hoe je een operating systeem kan aanvallen, hoe crypto verkeerd gebruikt wordt. Allerlei logische oplossingen worden natuurlijk vaak in software geïmplementeerd. Maar niet altijd. Er zijn ook logische fouten mogelijk in hardware. Ook in hardware schakelen dingen in een bepaalde volgorde. En stel je hebt een register dat niet uitgelezen mag worden omdat daar een sleutel in staat. Maar in een andere modus wordt die gebruikt voor iets anders. Dan zijn er logische fouten mogelijk, waardoor een chip in de war raakt over welke staat die heeft. En dan kan zo'n register ineens wel leesbaar worden, waardoor een sleutel bekend wordt. Dus sterke oriëntatie op software, maar ook nog zeker wel op hardware. En het is een kwestie van analyseren. Het zijn ook vaak de fouten die al in het design sluipen. Dus ook designanalyse en reviews van chipontwerp, die kunnen hier ook veel inzicht in geven.
Daan, wat betekent dit voor een hardware lab? Dit betekent, je gaat firmware eruit halen en dat ga je analyseren. Dus in plaats van dat je een executable hebt, moet je eerst een flashchipje identificeren. Je moet daar het geheugen uitpeuteren met een apparaatje, een flashchip reader of met een debug poort. Maar vervolgens kan je in tools dat gaan visualiseren. Je ziet hier eigenlijk gewoon een binaire blob uit zo'n chip gelezen. En je ziet gewoon doordat te plotten als bitjes, als pixels, zie je al structuur. En je ziet hier een band en die is ietsje minder wit dan deze banden. En waar het op neerkomt is dat hoe witter dit is, hoe hoger vaak de entropie is. En dat betekent weer dat de kans dat het gezipt is of gekript is, groter is. Dit zijn waarschijnlijk verschillende applicatieblokken. Of misschien is het een backup van een applicatie. Het begin van een image, daar staat vaak de boot. Dus het blijkt ook dat dit is een bootloader. Dat is gewoon code, dat is niet gekript of gezipt. Dus je ziet al aan de kleurverschillen dat je dat soort identificaties kan maken. Ik noemde het woord entropie, de mate van willekeurigheid van informatie. Ook dat geeft allerlei informatie over zo'n binary. Opnieuw hier zo zie je, een bootloader heeft een hele andere entropie dan gepackte data. En hier hebben we dan, wat staat hier? Oh daar, tuning data. Dus dit is gewoon allerlei gestructureerde data. En dat soort data in een setup box kan je dus op deze manier vrij snel analyseren. Zodat je weet waar je aandacht op moet vestigen. Zoals we met de iPhone misschien in de andere zaal eerder hebben gezien. De bootloader is een heel belangrijk onderdeel van een device. Daar wordt de basis van de beveiliging eigenlijk geregeld. Als het daar misgaat, dan is het ook over voor al die andere applicaties die erop staan. Dus dat is een focuspunt voor ons om daar goed naar te kijken. En dan kan je daarna in disassemblers en in decompilers weer proberen structuur aan te brengen in die binary data. Dit is allemaal een beetje uitgesplitst en het is ook een stukje volgens mij ook van een boot. Waar je verify signature, dus je kan hier een bepaalde logica uitvogelen. En soms kan je hier al fouten vinden, hè? De logische fouten van wordt een handtekening altijd goed geverifieerd? Of staat er ineens ergens een if met een variabele en dan blijkt dat er een soort debugversie is. En dat is een vlaggetje. En als jij dat vlaggetje kan vinden en dat is ergens weer aangepast, dan gaat dat ding ineens in een debugfase waar die niet meer naar de signature kijkt. Dus dat soort fouten vind je op dit niveau. Wij zitten nu ook echt met decompilers. Dus je hebt nu voor ARM, de meest gebruikte embedded chip decompiler van Hexrays en ook voor Intel. En dan krijg je ook weer pseudo-C-code eruit, wat nog weer makkelijker leest en wat nog meer makkelijker te begrijpen is. Hoe vaak krijgen jullie die code niet gewoon meegeleverd? Dat is een goeie. Hoe vaak krijgen we code meegeleverd? Onze projecten gaan van puur black box tot helemaal crystal clear white box. Dus we hebben projecten, daar ga je naar de klant en dan doe je analyse van de source code eerst. Maar er zit altijd nog een component van, is wat ik heb gezien wel echt wat er in het apparaat is gekomen? Daarnaast hebben we natuurlijk heel veel klanten die zijn ook maar eindafnemer van een product. Dus die zitten toch met een beperkte mate van controle over wat er in zo'n apparaat zit. En er is nog steeds ook een behoefte aan, haal maar uit de markt en kijk maar wat ze echt hebben gedaan. En we zien met name in de setupbox wereld dat beloven en door certificeringen heen halen van producten en wat er staat er in de markt, dat zijn twee werelden vaak. Dat wordt helemaal apart gemanaged van hoe ver durven we te gaan en waar stoppen we nog wel lijm in en waar stoppen we nog wel die firmware in die we hadden laten controleren. Dus er zit veel variatie. Verder, nog een stapje verder. Dit was eigenlijk meer dat ik hier toevallig tegenaan liep tijdens het zoeken voor de presentatie van wat materiaal. Kort geleden gelanceerd een Nikon firmware emulator. Dus de Nikon camera. Dus hieronder staat nog een zinnetje. Nadat we de firmware hadden gedecrypt, zijn we aan het bouwen gegaan voor deze emulator. En enig idee waarom mensen dit doen? Omdat het kan, is een hele goede reden. Nieuwe features, ja, feature unlock. Dus er zitten soms features in een goedkope en een duur apparaat die je niet altijd kan krijgen. Dat is zeg maar het beschermingsmodel.
maar ook soms gewoon features die niet verkocht worden. Hè. Je hebt in Canons tegenwoordig enorme firmware releases met features die de Canon nog nooit heeft gemaakt, waarmee je hele mooie dingen kan doen met een camera. Dus het heeft allerlei kanten en een fabrikant heeft allerlei redenen om dingen af te schermen. Maar zo'n emulator die accelereert de ontwikkeltijd voor zo'n nieuwe firmware, voor die mensen die dat graag willen natuurlijk ontzettend. Voor ons, voor analyse, is dit ook heel nuttig. Allerlei packers, allerlei obfuscation die in firmwares plaatsvindt, kan je in zo'n emulator veel beter analyseren dan een statische blob of een hardware wat je niet goed kan debuggen. Dan kan je dan hiermee wel verder. Dus dit gebruiken we nog steeds meer. En er zijn een aantal hele generieke emulatoren, GX-Emu, QEMU, waar je dit soort dingen mee kan. Goed, dat is even voor de logische aanval, het gebied waar jullie, neem ik aan, nog redelijk bekend mee zijn. Sidechannels. Iemand hier weet waar ik het over heb als ik sidechannel attack zeg? Toch nog een redelijke hoeveelheid. Ik heb toch nog een voorbeeldje meegenomen. Krantenartikel, Los Angeles Times, 1991, dus het is al een tijdje terug. Een artikel van een interview met een Frank Meeks, die 43 Domino Pizza stores heeft in Washington DC. En hij zegt sinds 7 januari zijn de late night deliveries van 3 naar 101 gegaan voor het Pentagon. En White House 55 pizza deliveries. En vervolgens kijken we in Wikipedia. 1 dag later, de initial conflict met Irak en Kuwait is gestart. Dus dit is een typisch voorbeeld, het is een klassiek voorbeeld, trouwens ook uit de sidechannelhoek, als hoe je informatie kan gebruiken om iets over iets anders te zeggen, zonder dat deze informatie daar direct aan gelinkt was. De mensen die gaan daar werken, het is een fysiek verschijnsel dat die eten nodig hebben, dus dingen gaan bestellen. En ja, dat kan je monitoren. Dit gaat ook duizenden jaren terug, deze kennis over dit soort effecten, dus het is ook niks nieuws. Alleen, met apparaatjes en hardware wordt het steeds concreter dat je dit soort technieken kan gebruiken. Dus als we kijken naar allerlei fysieke fenomenen als tijd of stroomverbruik, elektromagnetisch veld, licht, temperatuur, geluid, alles kan informatie lekken over wat er in een chip gebeurt. En als je daar iets in geheim wil houden, dan heb je dus een probleem. Dan moet je daar echt op gaan letten om te voorkomen dat je daarmee informatie lekt. Ik denk dat we bij alles wel wat voor kunnen stellen. Iemand heeft een idee waar hoe met geluid in de IT-wereld zeg maar dingen informatie kunnen lekken? Sorry, ruik? Ja, toetsenbord, ja, dat is een goeie. Ja, dus er zijn een aantal hele mooie voorbeelden. Zelfs met 1 microfoon, dus 2 heb je stereo, dan kan je nog zeggen van nou ik kan zeg maar triangulatie doen en dan weet ik welke toets wordt aangeslagen. Maar zelfs met 1 microfoon is het mogelijk om te weten wat mensen typen. Bekend waarom dat kan? Ja, timing en zeg maar de plaatsing van de letters op het toetsenbord en het voorkomen van letterfrequenties in een bepaalde taal. Dus ze zijn natuurlijk ook al geplaatst op een bepaalde manier op het toetsenbord om een bepaalde snelheid te halen. Maar dat soort patronen en het voorkomen in taal van dat soort patronen kan je gebruiken om frequentieanalyse te doen. En daarmee achterhalen wat iemand aan het typen is. Alleen maar door de klikjes. Dat soort zeg maar diepere effecten die zijn hier heel belangrijk en die zijn vaak dus ook moeilijk te doorzien. Nou, wij onderscheiden eigenlijk 2 soorten. Passief. Dus monitoren, geluid horen, stroom meten, elektromagnetisch veld meten en actief. En dat is echt de omgeving van het apparaat beïnvloeden. Temperatuur omhoog, bekendste is in de powerline een glitch, een korte onderbreking, waardoor het voltage niveau of het stroomniveau zakt onder een bepaalde waarde, waardoor er een fout optreedt in het systeem, heel kortdurend. Nou ja, wat heb je typisch in een beveiligingssysteem is dat je niet wilt dat er fouten optreden. Niet dat elke fout in een beveiligingssysteem meteen een probleem is, maar als je daarnaar gaat zoeken, dan ga je natuurlijk wel foutjes vinden die echt problemen geven. Maar dit zijn grote problemen voor echt veilige producten. Dus smartcards worden hier al 15 jaar getest, 10 jaar, 15 jaar getest. Het probleem is zeg maar 97, 98 echt onherkend. En sindsdien is het standaard testwerk op smartcards. Hoe ziet dat eruit? Je ziet een opstelling, een meetomgeving. Dit is voor elektromagnetisch.
Hier zit een probeje aan, een klein spoeltje, die hangt boven een smartcard. Dit is een reader, dat ding dat kan met een XAE-beweging erboven positie zoeken. En die PC die zegt elke keer tegen die kaart, nou, crypt dit maar, crypt dit maar, crypt dit maar. En elke keer als er een encryptie gaat, gaat er een meting naar de oscilloscoop. Die wordt weer opgehaald door de PC, dus die krijgen allemaal paren van data en metingen. En daarmee ga je statistisch aan de slag. Je hebt statistiek, correlatie, en dat is voldoende om sleutels te kraken. En dan denk je van, nou ja, maar dat wordt toch wel heel ingewikkeld. Hè? Je ziet al een hele dure scope staan en een dure PC. En daar komt dan weer de vraag, nou, maar met hoe weinig middelen kan je dat nou nog steeds doen? Je moet nagaan dat een slechte smartcard of een typische standaard microcontroller heeft maar een paar honderd tot een paar duizend metingen nodig. 10 minuten, kwartier, half uur meten en dan heb je de sleutel. Dus het zijn ook, zeg maar in de tijd, ook weer niet zulke hele ingewikkelde aanvallen. En de eerste keer uitzoeken kost je misschien een week. Maar daarna doe je het in een kwartier, 20 minuten elke keer weer opnieuw. Dus ook de versnelling van de aanval is een belangrijke factor om te bepalen of een aanval voor de toekomst zeg maar, bestendig is of niet. Als het elke keer weer een week duurt om die sleutel eruit te halen, een hele andere aanval. Dan als ik daarna elke uur weer een nieuwe sleutel genereer. Maar dit soort aanvallen gebeurt in betaaltelevisie en is ook een probleem. Want als het elk uur lukt, dan kost het de broadcaster meer tijd om die ene sleutel uit het systeem te filteren en te blokkeren, dan het de aanvaller kost om er een nieuwe voor in de plaats terug te zetten. En dat zie je ook letterlijk gebeuren. Maar goed, we stoppen hier niet, want dat was passief. Actief is ook leuk. Wat ik hier laat zien zijn een aantal opengewerkte chipjes en een plaatje. En het gaat hier om optical fault injection. Dus we gaan nou met licht fouten injecteren in het systeem, met laserlicht. Initieel is dit gedaan met de flitslamp van een fototoestel. Dat werkt ook, zeker op onbeschermde chips kan dat ook werken. Dus je maakt het chipje open en op het juiste moment flits en dan heb je ook een fout die schadelijk kan zijn. Maar als je zeg maar wat gerichter gaat kijken, dan kan je met laserlicht, near-infrared van achter, of rood of groen of blauw van boven, gaan schijnen en pulsen genereren. Die met een bepaalde synchroniciteit met het proces wat er plaatsvindt, dan effecten hebben. En je kan dan allerlei dingen krijgen. Je kan krijgen dat er een flipflop is en die waarde die was 0 en die wordt 1. Je kan hebben dat er een heel complex van fouten optreedt waardoor een instructie wordt overgeslagen. En dat is iets wat we heel veel zien. Een hele simpele fout die optreedt is dat er een instructie niet wordt uitgevoerd of niet correct wordt uitgevoerd. Ja, je kan je voorstellen als je secure boot aan de gang is en er treedt zo'n fout op het moment dat de signature vergeleken wordt, dan doet hij het niet. Dan doet die secure boot niet wat hij moet doen. Bijna op alle chips die we testen zien we nu dit soort problemen. Dus in de embedded hoek vooral. Dus niet zozeer smartcards, dat is allemaal lang getest. Maar alle andere chips, voltage glitching, dat doen we nog niet eens laser, maar voltage glitching op secure boot is bijna gegarandeerd succes. Dus als je in je code niks doet om dat moeilijker te maken en om een instructie skip te beveiligen door extra checks in te voeren zodat je dubbel moet gaan glitchen of dat je heel veel random erin brengt zodat het heel lastig is te bepalen waar die glitch moet komen, dan is het kinderspel bijna om dit te doen. Maar goed, ook met laser kan het en dan gaat het om de wat complexere aanvallen of op aanvallen die echt in logica zitten, waar de applicatie CPU en instructies niks mee te maken hebben, maar gewoon een security fuse of een security setting die ergens diep in de chip zit. Die kun je met dit soort technieken wel goed omzeilen en die zijn met voltage veel moeilijker. Nou, wat doe je? Je gooit wat zuur op een chip en dan is die open. Dat klinkt allemaal heel erg spannend en gevaarlijk, maar ik heb het ook gewoon in mijn schuur thuis gedaan. Dus het kan echt met ook beperkte middelen. 70% salpeterzuur is niet zo schadelijk, dus dat kan wel. Maar deze is gewoon open gesneden. En wat zie je? Het is een simmetje. En er zit gewoon een transparante epoxy over de die. En daar hoef je helemaal niks aan te doen. Dan kan je met je laser licht gewoon dwars doorheen. Hier zo is die weer open geëtst wat verder.
Dus dat is ook mogelijk. En ja, dat soort dingen, dat kost echt gewoon 5 minuten, 10 minuten en dan is hij open. Dat is, het zijn geen hele kostbare technieken wat dat betreft. De laser is misschien een ander verhaal. Dit is een product dat wij verkopen. Want naast dat wij testwerk doen als testlab, hebben wij ook een hele productreeks op dit soort side-channel testapparatuur. En dat houdt in dat we allerlei meetapparatuur, ook die apparatuur die je net zag met die side-channel opstelling, die verkopen we als product aan andere labs, aan onderzoeksinstellingen, aan overheden, allerlei partijen die dit soort testwerk moeten doen. Dit is de opstelling voor het lasertesten. Nou, dat ziet er duur uit en het is ook duur. Maar de vraag is of dat altijd nodig is. Kijk, wij verkopen dit omdat wij professioneel dit soort testwerk moeten doen. We moeten zo snel mogelijk zien of een chip hier weerbaar tegen is of niet. Een aanvaller die kan uit de DVD-speler of DVD-brander met name een lekkere sterke laserled pakken. Daar heb je ook een bot tegenwoordig bijna in zitten. Je hebt een microscoop nodig, maar ook daar zijn de eisen ook weer niet zo belangrijk om effecten te krijgen. En je wil misschien een beetje wat met XI kunnen bewegen en dan heb je de opstelling wel. Dus ook daar geldt weer, wat is er nou echt nodig om snel iets te vinden, efficiënt iets te vinden, of gewoon iets te vinden zodat je reproduceerbaar een chip kan kraken. En die twee dingen zijn toch nog wel eens verschillend. Even kort laten zien hoe dit er nou uitziet, als dit werkt. Zie ik hier ergens iets verschijnen? Doet hij nou wat? Pijltje. Ja, ik zie een pijltje. Nou, dus zo gaat het. Die chip die wordt gewoon door die XI-tafel eronder doorgeschoven. En je ziet een pulsje van dat licht. Ik kan het nog een keertje doen. Want je ziet dan ook dat het niet echt regelmatig gaat. Soms zie je er 2, soms zie je er 1. En dat is eigenlijk de kunst hierbij. Je hebt allerlei parameters. Je hebt een triggermoment. En dan hoe lang wacht je voordat de eerste puls komt. Hoe lang wordt die puls? Hoeveel vermogen zit er in die puls? Ga je 1 pulsje doen of meerdere pulsjes? Dus dat zijn allerlei dingen die je kan variëren. Maar de grap is, je hoeft verder niks te weten van die chip. Ik bedoel, je zet hem hier op de hoek. En je zet hem daar op de hoek. Je zet hem aan en je loopt weg. En je logging-systeem die zegt wel wanneer er rare dingen gebeuren. En als je dan wat hebt gezien, dan ga je misschien het grid wat kleiner maken en je zoomt wat meer in. Maar je ziet ook dat de puls, nou is dit niet eens een detail van een chip. De gates hieronder die zijn vaak veel kleiner. Dit zijn metaallagen. Die pulsgrootte, die hoeft helemaal niet zo groot te zijn als 1 transistor. Sterker nog, we hebben pulsgroottes die met de nieuwste technologie, we zitten in 40 nanometer nu af en toe te testen, met een puls of met een beam van een paar mu. Dus ook daar, die verhouding is helemaal niet zo van, het moet heel nauwkeurig, want anders dan kan je niet die ene cel raken. Nee, dat is niet zo. Als we teruggaan naar dit plaatje, wat we zien, is dat licht de neiging heeft tot kaatsen. Dus als er hier licht binnenkomt, dan is het zelfs mogelijk dat licht zo heen en weer kaatst hier tussen en hier effect heeft. We hebben zelfs gezien bij chips dat we bijna buiten de rand aan het bridgen waren. En dat er in de chip fouten optraden. En de fabrikant had allemaal lagen boven dat onderdeel gemaakt, zodat het niet kon. En vervolgens gingen ze nog lek via de rand. Dat soort effecten. Het zijn fysische effecten, je kan ze niet voorspellen. Het is heel lastig om hier allerlei dingen aan. Dus daarom wordt er heel veel getest op dit gebied. En het is nog steeds een van de gevaarlijkste aanvallen voor hardware. Om sleutels eruit te halen. Want dat is vaak het doel. Er zit een sleutel in. En die staat je toe om een heel systeem te klonen. Om illegaal dingen te tappen en dat weer rond te sturen. En dat willen onze klanten niet. Goed, dan de volgende stap en dat is invasief, naar binnen gaan. Ik zei al van het is niet altijd alleen maar tot op de die, maar ik heb hierbij wel met name dat soort dingen verzameld, omdat dat toch een beetje de verbeelding spreekt. Maar het is misschien wel goed om te zeggen dat dit soort dingen ook al op PCB niveau gaan. Het feit dat je een apparaatje open kan maken, dat daar epoxy in zit en dat je dat met wat zuur weg kan halen en daardoor gewoon kan zien welke lijntjes er lopen en dat daar een debug port zit
of dat weer een service aansluiting of een seriële poort nog actief is. Ja, dat is net zo belangrijk en net zo nuttig als dit soort dingen. Maar goed, wat hebben we hier? We kijken naar het openmaken en het analyseren. Dus je gaat dan ook lagen van de chip afhouden om te kijken wat erin zit. Optische analyse is dat. Probing, een systeem waarmee je met naaltjes op de chip contact gaat maken om te kijken wat er voor signalen zijn of om signalen te forceren. En soms heb je daar een modificatie van de chip eerst voor nodig om dat te kunnen doen. En die modificatie die kan je maken met dit soort apparatuur. Dat heet een Focus Ion Beam. En ik kom hier allemaal zo op terug. Eerst het imager. Ja, je hebt een flinke microscoop nodig. Je hebt zeg maar 1000 keer, 1500 keer vergroting is wel fijn. Ja, waar kijk je dan naar een prijs? Je moet denken tussen de 5.000 en 10.000 euro voor zo'n microscoop. Dat is ongeveer de kostprijs. Maar je kan ze ook gewoon, wij hebben hem ook gewoon van eBay gekocht. Dus het is niet dat je dit soort dingen allemaal nieuw 30k, 40k zeg maar, moet halen, want anders dan doet hij het niet. Je kan hier ook prima zeg maar, tweedehands apparatuur vinden. En dan heb je een motorized stage en je gebruikt automatische stitching software. Nou, daar is ook heel veel ontwikkeling in op dit moment. Van iedereen die panorama foto's aan het maken is. Nou, dat is allemaal heel mooie ontwikkeling om hier te gebruiken. Want je krijgt wel hele grote plaatjes uit dit soort apparatuur. Zeker met de miniaturisatie die zeg maar gaande is. Ja, je moet bijna een chip wel op 1000 keer magnificatie imageen, wil je überhaupt iets kunnen zien. Dus het gaat wel ver. En wat kan je er dan mee? Nou, je kan best veel analyseren van zo'n chip. Belangrijke voorwaarde is dat je hem goed in lagen afpelt. En dat kan met etch-technieken en dat kan met polijstechnieken. Ook dat is weer helemaal niet zo duur. Gewoon een schijfje met wat slijpmiddelen en een beetje handigheid. Soms is het een kwestie van keuze tussen skill en equipment. Je kan hele dure equipment hebben en dan kan iemand met twee vingers die kan de knoppen bedienen. Of je hebt heel veel skill nodig en dan heb je een heel simpel apparaatje. En dat is ook met aanvallen weer. Waar hou je de balans? Wat is moeilijker? En dan krijg je dit soort laagjes. En het idee is dat je door dat goed te bekijken eigenlijk heel veel kan leren over wat daar nou in zit. Je ziet hier een aantal blokken die geïdentificeerd zijn. Ik geloof dat dit flip-flops zijn. En wat er is gedaan is, er is eigenlijk gekeken naar van ja, zie ik een cel? Analyseren, wat doet die cel? Dat identificeren en vervolgens met image recognition ga je gewoon dat in kaart brengen. En omdat op de hogere lagen bekend is welke lijntjes van A naar B lopen, kan je ook gewoon zeg maar de logica in kaart gaan brengen. En kan je echt een netlist, zoals het heet, gaan maken van de logica die in de chip zit. Ga je dit voor de hele chip doen? Nee, nooit. Dan word je helemaal gek. Dit is alleen maar interessant voor hele gelokaliseerde stukjes, die je dus met andere technieken eerst moet hebben kunnen identificeren in de chip. En dan nog zie ik deze techniek op dit moment alleen gebruikt worden in hele eenvoudige chips, of chips op een redelijk grote schaal. Dan moet je denken aan 300 nanometer, 250 nanometer schaal chips. Dat zijn smartcards van nu ongeveer. Ook al niet meer, die zitten er ook al onder. De oude DECT hebben ze gedaan. Nou, dat zijn allemaal veel grotere chips dan wat er tegenwoordig bijvoorbeeld in zo'n setupbox zit. Want er zit letterlijk 40 nanometer technologie in. Daar kan je dit niet meer zien. Het zit gewoon onder de resolutie van de optische microscoop. En zelfs met SAM imaging krijg je niet zo mooie kleurtjes hier meer in. Dus het is ook niet triviaal. Nou, en dan is het wel zo dat je door gewoon automatisering, dat is een pakket dat heet D-Gate, die in staat is om met image analyse van die lagen herkenning te doen en de spoortjes aan elkaar te verbinden. En op die manier zijn een aantal crypto-algoritmes, proprietary crypto-algoritmes, gereverse engineerd in de chip. Dus dit gebeurt wel, het kan. Het is bewerkelijk, maar 2 jaar geleden heeft Chris Tarnowski, Amerikaan, laten zien dat hij modificaties kon maken, maar ook dat ze samen met Carsten Knowles zo'n chip konden reverse engineeren. Dus één chip waar ze dat hebben gedaan, maar dat is een generatie van, ik denk, 10 jaar van chips die allemaal dezelfde engine erin hebben zitten. Dus één keer heel veel werk,
vervolgens heb je voor een enorme markt heb je zeg maar die informatie boven water. En ja, dus voor elke vervolgaanval kan je dat eraf trekken. Dan hoef je die effort er niet meer in te steken. Dus dat is eigenlijk ook ja, waar het zo lastig is inschatten of iets nou nog de moeite waard is of niet. Nou ja, als je lager gaat dan het image van via een optische microscoop, dan kom je in scanning electron microscopy. Ingewikkeld apparaat. Ik moet eerlijk zeggen, ja, er worden elektronen versneld en met detectoren wordt die weer afgevangen, zodat je daar een image van kan maken. Maar wat kan je daar nou mee als aanvaller? Ik heb wat plaatjes mogen gebruiken van een kennis van me, John Walker van SciVenture. SciVenture is een lab in Engeland die ook dit soort testwerk doen. Wij hebben geen SEM, helaas. Nee. Maar wat kan je hier nou mee doen? De techniek werkt als volgt. Je kan met zo'n elektromicroscoop de energie van die elektronen kan je instellen. En hoe hoger die energie, hoe dieper die elektronen binnendringen in de chip. Het probleem is, we hebben zogenaamde active shields. Dus er zit hier een shield over een chip, je kan er niet doorheen kijken. Optici er ook bijna niks doorheen. En zodra je hier ergens een cut maakt en je zet de chip aan, dan wordt die gewist. Dus hij detecteert dat deze spoortjes allemaal intact zijn. En typisch zijn de aanvallen dat je op een gegeven moment dieper in zo'n chip moet om dingen open te maken, om zeg maar bij een bus te kunnen. Dus de vraag is, hoe omzeil je nou zo'n active shield? En een van de problemen is dat als je het zo van boven bekijkt, dus waar zit in godsnaam nou het aansluitpunt? Waar is het begin van een lijntje, waar is het einde van een lijntje? Nou, door zo'n SEM met het maximale vermogen te gaan gebruiken, krijg je verschillende effecten met het aantal elektronen dat terugkaatst, afhankelijk van de aanwezigheid van een via. Dus er zitten tungsten plugs tussen de lagen metaal en die lichten gewoon veel harder op dan het metaal waar niet zo'n plug onder zit. Het is eigenlijk als een groot stootblok waar die elektronen keihard vanaf knallen. Dus daarmee image je dan zo'n oppervlak. Nou, dit is een hele eenvoudige. Hier zie je eigenlijk dat er maar een paar aansluitpunten zijn voor een heel groot grid. Bij deze is het ingewikkelder. Het zijn lijntjes die hier nergens aan verbonden zijn. Dus ze lijken allemaal eigenlijk als losse draden bovenop de chip te liggen. Maar via via zijn ze uiteindelijk elke keer met een andere draad weer doorverbonden. Dus je hebt een grid hier, nou, hier zijn tenminste 16 lijnen waarschijnlijk. Maar ze zijn niet allemaal alle 16 met de volgende 16 één op één verbonden. Ze zijn allemaal random doorgeschakeld en ook nog eens een keer op andere plekken. En de truc is, nou, hoe kan ik nou ergens lijnen gaan doorknippen, zodat ik bij een bepaald stuk kom? Welke lijn moet ik doorverbinden met een andere, of welke lijn kan ik gewoon doorknippen en er gebeurt helemaal niks? Kijk, als je deze hier doorknipt, is het hele stuk is eigenlijk nutteloos. Dat doet helemaal niks. Dus als je zo een gebied identificeert, dan zou je misschien nog een gat kunnen maken wat nuttig genoeg is voor je aanval. Prima. Dus de volgende stap is Focused Ion Beam. Dat is een apparaat waarmee je zeg maar ionen afschiet op je target. En daarmee het surface materiaal beïnvloedt. Je kan de basis gallium. Maar daarnaast kan je dan twee materialen, dus je kan gaten maken in de chip. Maar je kan ook twee materialen weer toevoegen aan de chip. Je kan isolator aanbrengen. Of je kan platina aanbrengen. Nou, dat zijn eigenlijk de drie gereedschappen die je nodig hebt. Gaten maken, isolator aanbrengen en platinum aanbrengen is alles wat je nodig hebt om een chip te modificeren. Om nieuwe sporen aan te brengen waar je wil, of om sporen weg te halen. Om eigenlijk een edit aan te brengen op een chip, zodat hij een andere functie krijgt. Nou, dat is natuurlijk destructief voor beveiligingsmaatregelen. Daarom zitten ook al die active shields erboven, om dat maar zo moeilijk mogelijk te maken. En je moet eigenlijk twee dingen weten. Waar moet ik die edit maken? Nou, dat is al een hele lastige vraag. Daar zit dat reverse engineeren onder andere bij. En het tweede is, wat zijn dan de grenzen van dit soort edits? Want als je weet dat het kan, is eigenlijk meer de vraag van, ja, wat is dan heel moeilijk? En hoeveel tijd kost het? En hoe lang is iemand daarmee bezig? Nou, wat gebeurt hiermee? Hier is een voorbeeldje van, vergelijkbaar met wat Krzysztof Nowski 2 jaar geleden heeft laten zien.
Je hebt zo'n shield, opnieuw al die lijnen. Hier zo gaan ze naar boven en dan komen ze naar beneden. En de vraag is opnieuw van, ja, welke is nou aan welke verbonden? En, stel dat je nou niet die SEM-techniek kan gebruiken met die via's. Dan is er nog een techniek, dat heet voltage contrast. Het idee is als volgt, door de werking van die VIP breng je lading aan. Maar je ground de chip, dus alles wat aan ground verbonden is, alle pinnen ground je, wordt die lading meteen weggezogen. En alles waar het weggezogen wordt, dat ligt op. Maar als iets floating is, dan bouwt lading op en dan wordt het onzichtbaar, dan wordt het donker, zoals dit. Nou, de techniek die dan gebruikt wordt, er zijn hier twee cuts gemaakt. Dus dit is alleen de isolatielaag, de preservation layer weggehaald, hier ook. En hier is een diepere cut gemaakt, waardoor al die sporen ook doorgesneden zijn. Maar aan de andere kant hangen ze natuurlijk nog aan de ground. En dan is de techniek als volgt. Je snijdt zo'n lijntje door. Dan wordt er eentje donker. En dan leg je een bridge. En op die manier edit je weer die hele chip. Het is 16 lijnen, dus het is wel werk. En je moet je voorstellen, dit is niet het klaar. Nee, dit kan makkelijk een kwartier, 20 minuten duren voordat dit is gelegd. Dus het zijn elke keer edits die je moet programmeren. Je moet zeggen van daar naar daar, zo lang, zoveel vermogen. En dat zeg je, moet je allemaal niet VIP programmeren. En dan is het gewoon wachten. En dingen kunnen ook fout gaan. Dus het kan ook nog te hard gaan of te langzaam gaan, te diep gaan. Dus er zit echt wel bewerkelijkheid aan. Maar dit zijn technieken die uit de failure analysis vaak komen. Failure analysis heeft te maken met, ik maak een chip, hij doet het niet goed. Ik ga analyseren wat is er aan de hand. En dat soort technieken zijn ook heel erg inzetbaar bij het testen van beveiliging. Goed, dus wat nu? Zoals ik al zei, het is altijd de vraag, wat is nou de low-cost alternative? Wat is nou de makkelijkste weg? Wij hebben een testweg, maar wat is de makkelijkste weg? Het is niet moeilijk om heel veel tijd ergens in te steken. En de vraag was, ja, waar is de grens? Wanneer gaat iemand daarvoor en wanneer gaat iemand toch iets anders doen? Dus daar kijken we heel erg naar. Van wanneer denken we van, nou, hier blijft iemand een gat in zien en dan gaan ze door. En daar heeft dus ook mee te maken, kijk in de markt, wat gebeurt er? Wat doen mensen echt? He, dus daarom zijn die skimming aanvallen en hoe ver gaan ze erin, die zijn interessant om te volgen. In de PTV geldt hetzelfde van, wat zijn alle aanvallen die mensen doen, hoe lang gaan ze ermee door en hoe ver tuigen ze het op. Hetzelfde geldt voor phone unlocking. Wat zijn daar de businessmodellen omheen? Dat ze weer kastjes maken met een smartcard in de unlockbox, zodat je maar 1000 keer kan unlocken, zodat het businessmodel van de unlockbox in stand wordt gehouden. Je ziet beveiligingsmaatregelen terugkomen in de aanval. Uiteindelijk, we maken het allemaal met z'n allen, dus we kunnen het ook altijd breken. Daar is gewoon geen twijfel over. Maar ja, de vraag is hoeveel apparatuur heb je nodig, hoe toegankelijk is die apparatuur. Zo'n VIP staat ook bij elke universiteit tegenwoordig, met een chiplab. Dus, nou, wat is nou een techniek om hier wat meer inzage in te brengen? Binnen CC, CC staat voor Common Criteria. Iemand hier van Common Criteria gehoord? Het is een certificeringsschema. Het heeft een naam van ontzettend breed te zijn, langzaam, traag, heel veel documentatie. Is ook allemaal waar. Maar ze doen ook interessante dingen. En dit is onderdeel van een ratingmodel, dat is onderdeel, wordt bedacht door een groep binnen CC, JHAS. Wij zitten ook in die groep. Die groep die overlegt 6 keer per jaar, ik geloof al 10 jaar lang, over deze tabel. Om het een beetje te sorteren. En wat doen ze? Voor al deze categorieën wordt er gekeken, wat is een puntensysteem waarmee je kan zeggen van nou, kan het in een dag, kan het in een week, kan het in een maand, daar hangen een aantal punten aan. Hoeveel kennis heb je nodig om deze aanval te kunnen doen? En soms heb je een expert nodig en dan lukt het in een week. Maar kan een leek het dan in een maand? En zou dat qua punten dan interessant zijn? Dus op die manier wordt er gekeken van, kan je de laagste score die je kan vinden, door met deze parameters voor een bepaalde aanval te spelen, dat is eigenlijk de waarde van die aanval. En dat doe je dan voor de eerste keer vinden van het probleem. En daarna voor de herhaling. Kan ik dit uitleggen aan iemand en kan die dat dan makkelijker? De expert die vindt het probleem,
Maar je hebt maar een proficient or layman nodig om het uit te voeren. Al dat soort dingen geven punten. En het totaalscore wordt dan bepaald om te zeggen van hoe sterk is het product. En stel dat je hebt een product en je vindt 5 aanvallen, potentieel, dan telt de laagste, de makkelijkste aanval telt voor het product als eindscore. De smart card die moet gaan tot 31 punten voor EL4, voor plus, dat is een zeg maar, certificeringsniveau, als high secure door te gaan. Dat is eigenlijk wat elke smart card vendor nodig heeft om zijn product te kunnen verkopen. Denk aan betaalpassen en dat soort zaken. En dat is best een uitdaging voor sommige fabrikanten. Maar ja, het is ook continu kijken van, ja, zo'n aanval als Tarnowski, ja, verandert dat nou wat aan de wereld? Verandert dat nou wat aan het systeem? Daar wordt makkelijk een jaar over gediscussieerd. Dus ja, er is een boel praatwerk en er is ook nooit een concreet eindresultaat. Maar het is het beste wat er op dit moment beschikbaar is in deze wereld. En het wordt ook gezien als een van de meest effectieve manieren om meerdere producten te kunnen vergelijken op dit gebied. En het heeft ook een track record in de zin van, ja, wanneer, hè, we hebben nu 10 jaar dit soort producten gehad. Ze zijn ook gekraakt. Dus er is ook een soort beeld van, ja, wanneer ging het dan toch fout en wat waren daar de oorzaken van? Ja, eigenlijk is dat het belangrijkste wat ik hierover wilde zeggen. Volgens mij zit ik ook al aan mijn laatste minuut, dus dan ook mijn laatste slide. Conclusie. We zitten met een wereld waarin je een device hebt, maar ook een businessmodel. En die samen hebben een dreigingsbeeld. Alleen het businessmodel, dat verandert continu natuurlijk. Zelfs als een device in de markt is, verandert het businessmodel nog. Dus dat geeft al aan dat, ja, dat dreigingsmodel continu varieert. En dat het al niet eenvoudig is om te zeggen of iets veilig is of niet veilig is. In onze markten wordt 3 tot 6 maanden voor een attack effort wordt nog steeds als realistisch gezien. Dus ja, daar heb je het dus over inzet van experts en van labs en van dit soort aanvallen om een chip te reverse engineeren, VIP aanval te doen. Als we kijken naar fysiek, logisch en side channel nog steeds een van de gevaarlijkste. Fysiek is heel moeilijk en zeker als je het design niet kent, kost heel veel tijd. Logisch valt heel veel aan dicht te timmeren. Side channel, dat is echt zo'n fysisch gegeven, dat is veel lastiger te verdedigen. En ja, de conclusie blijft dan dat zelfs dus als je in je chip allerlei hardware maatregelen hebt, dan nog zijn die secrets vaak niet secure. En ja, dat zien we aan met name de betaaltelevisiehoek, waar smartcards echt nog steeds gekraakt worden en waar businessmodellen zeg maar onderuit gaan door dit soort aanvallen. Nou, ik hoop dat jullie een beetje inzage hebben gegeven in dat er heel ver te gaan is. Ik denk niet dat ik een definitieve conclusie heb kunnen geven van when to stop, maar misschien dat jullie zelf daar wat ideeën over ontwikkeld hebben. Zijn er vragen? Als jullie een opdracht krijgen om te testen hoe veilig nou zo'n chip is, hoeveel tijd krijgen jullie ervoor betaald? Dat is een goede vraag. Een chip. Het hangt af van de complexiteit al van een chip, maar je moet denken aan testtrajecten van toch wel 2-3 maanden. En hoeveel man doen jullie dat zoiets? Nou, dan moet je wel ook denken aan 2-3 man. Ja, het zijn grote projecten. Ja. Maakt het nou heel veel verschil met je inzendertijd? Ja, dat is een goede. Ja, dat maakt uit. Je zag al in die ratingtabel stond ook het aantal samples als een van de rating items. Dus zeker het aantal samples kan heel veel verschil maken. Ja. Nog iemand hier? Dat optische content injection, hè? Dat is een goede vraag. Er zijn de basistechniek, met name uit de smartcard hoeken, was van ik stuur een commando, dus dat is mijn startpunt voor timing. Met embedded chips heb je soms een programmaatje op de chip draaien. Kan ook opnieuw whitebox, dan kan je aannemen dat je een bepaalde aanval geslaagd is. Dus dan draai je software erop. Dan kan je nog preciezer timen. We hebben ook een apparaat dat we maken of kopen, is een, dat noemen we een arbitrary wave matcher, IC Waves. Die kan een meting doen van een profiel, van een power profile of een AM profile. En daarop triggeren.
Dus elke keer als dat langskomt, heb je niet eens fysieke verbinding met het apparaat nodig. Als er iets in dat ding repetitief gebeurt, dan kan je daarop triggeren om je glitch op te doen. En dat gebruiken we in secure boot bijvoorbeeld heel veel. Omdat je de signature verification bijvoorbeeld heel goed vaak kan herkennen in de profile. En dan trigger je daarop. In hoeverre zie je ook nog een risico? Elektronica wordt vaak gemaakt in China. Dus dat wordt dan ook vaak na zessen zeg maar gemaakt zonder label, hè? Bekende verhaal. Of een betaald televisieapparaat waar dan vanuit fabriekswegen al maatregelen worden genomen zodat het hacken makkelijker wordt gemaakt. In hoeverre speelt dat ook mee? Dat is een goede vraag. In CC zie je dat soort dingen meespelen. Die kijken naar het hele productieproces, naar het hele ontwerpproces en doen site audits om te zien of een productielijn goed is. Mm-hmm. Wij werken niet veel in dit soort certificeringen. Wel een aantal met zo'n proprietary certificeringen, maar dat is dan voor één vendor en andere vendors. Dus wij kijken persoonlijk minder naar dat soort aspecten. Ze zijn altijd natuurlijk van belang. Je ziet wel dat vendors op allerlei manieren, dus ook zelfs in de chipfabricage, al features in chips aan het bouwen zijn, zodat anti-cloning, zeg maar, dat het moeilijker is om naast de hoofdproductielijn nog een tweede te maken met dezelfde chip en de andere producten op te zetten, doordat er allerlei keys in zitten die de setupbox van niet kent bijvoorbeeld, zodat hij er niet iets anders mee kan maken. Dus er zijn allerlei technieken rond dat productieproces ook. Ja. Okay. We moeten het af gaan sluiten. Job, dankjewel voor jouw interessante verhaal. Graag een applaus voor...